Mike, heb je hem gevonden? Ja, ik weet het niet. Het scheelde niet veel in ieder geval. Maar ik denk het eigenlijk wel. Het zou toch een enorme stunt zijn? Het zou wat zijn. Het zou wat zijn, ja. Wat gebeurde er met de groene wegen? Ja, chaos. Chaos tot en met. En ik zag Amoet, die kon eigenlijk net recht blijven. Maar volgens mij vielen ze toen alsnog. Ja, bizar. Sagan of Mike Teunissen? Weten we het of niet? Weten ze al iets? Stel jullie het nou? Ik dacht van, nou ga ik maar zelf sprinten. Ja. Ja. En? En? Wie wint? Wie wint? Hij wint. Okay. Je hebt gewonnen. Ah, bizar. Ja. Heel apart nu. Met Dylan die valt. Maar. Ja, helemaal niet normaal. Wat is dit voor werkelijk, hè? Ja, dit is bizar. Dit is echt een bizar scenario. Onwerkelijk gewoon. Ja. Maar Teunissen verzin je niet de toerrit, pak de gele niet trui. Ja. Rob Harmeling had het gisteren voorspeld. Sorry. Ik hoop eigenlijk dat Dylan ook eens. Wat gebeurde er allemaal in die laatste kilometer? Ja, we zaten goed, alleen het is van links naar rechts. En ja, sorry, ik ben even niet bij. Ja, je bent helemaal de koers kwijt natuurlijk. Ja, volgens mij zijn ze een paar keer gevallen en ja, wel echt kut dat Dylan valt. En dan moet je razendsnel schakelen naar plan B en de plan B, daar ben jij. Ja, en ik had Wout nog bij me en die hield mij nog. En dan klop ik al die mannen nog, joh. Echt. Ja, volgens mij in ieder geval, ja, ik ben altijd niet zeker, maar er staan hier redelijk veel mensen om me heen, dus het zal wel niet slecht zijn. Ja, echt heel apart. Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan teruglopen richting het podium, want je moet behulpen gaan worden, jongen. Ja, strak plan. Strak plan aan. Kom, we gaan. In Engels. Sorry, jongen. Ja, wel of niet? Mike, Mike. Mike, ik spin in de terughouden.